Heb jij wel eens een bal gekopt? Ja. Doet het geen pijn? Soms wel, soms niet. Als ik komt, dan neem ik hem op mijn hoofd. De erfjes van de Hilversumse voetbalclub Victoria doen het wel. Hé, bal vast! Maar op de training vanavond zul je het niet zien gebeuren. Nee, bij de F1 absoluut niet, nee. De trainer begint er niet aan en de Amerikanen geven hem gelijk. Daar vinden ze de cijfers te verontrustend, trouwens wel bij iets oudere spelers. In het voetbal op Amerikaanse high schools liepen in 1 jaar 50.000 spelers een hersenschudding op. Dat is meer dan alle hersenschuddingen in honkbal, softbal, basketbal en worstelen bij elkaar opgeteld. En daarom in de VS een verbod bij 10 jaar en jonger. Maar de KNVB vindt dat schijnveiligheid. Als er hersenletsel optreedt, is dat vaak niet vanwege het koppen, want dat doe je heel bewust. Dan zie je de bal aankomen. Maar wanneer het vaak wel gebeurt, is als je de bal juist niet aan ziet komen. En als je hem dan hard op je hoofd krijgt, of als je bijvoorbeeld met je hoofd tegen iemand anders aanloopt, ja, dat is gevaarlijk. Geen verbod dus, maar het onderwerp leeft wel bij ouders. Verbieden hou ik niet zo van, maar om de kinderen er bewust van te maken op een gegeven moment en te ontmoedigen. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En dat zou deze trainer ook wel graag zien gebeuren, want hij ziet het toch te vaak misgaan op het veld.